Alsof we niks beters te doen hebben. Laten we op zoek gaan naar potions. Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Final Fantasy. Nee, ik ben er weer, jullie enige echte zee. Binnen de vorige aflevering is Alexandria verwoestje. Zelda is haar stem verloren. En we willen achter Kuja, maar daarvoor moeten we de lucht door. En daarvoor hebben we Sid nodig in een menselijke vorm en niet in een oklopvorm. En daarom gaan we maar op zoek naar potions. Potions. Nou is het een voordeel als je weet waar die potions liggen. We weten in ieder geval dat Cinna dus zeg maar de unusual potion heeft. Dus dat is al sowieso één voordeel. Maar de andere potions die zijn op zich ook best makkelijk te vinden. Dus dit gaat gelukkig niet lang duren. Dus als je eenmaal weet waar ze liggen. De eerste keer heb ik hier behoorlijk lang vastgezeten. Omdat ik al echt geen idee waar ik moest zoeken. Dus daar ben ik hier echt uren mee bezig geweest. Maar nu heb ik een beetje een idee waar dat alle potions liggen. Oh ja, het zijn er maar twee eigenlijk. Je hebt er zeg maar elk in één district. Als ik me niet vergis. Doe ik dat wel. Sorry. Maar we gaan eerst naar de business district. Want we kunnen alleen maar naar de business district en naar de theater district. En in de business district daar vinden wij, als ik me niet vergis, de beautiful potion. Bij de shops. Dus dat is nou het eerste waar ik naartoe ga. Dus. Nou geeft het ons ook weer eigenlijk een beetje de opportunity om dus zeg maar weer een beetje te gaan shoppen. Maar ik weet niet, hebben wij echt veel geld gehad? Hoeveel geld hebben we? 16.000. Ik weet niet of shoppen nou het nut heeft. Ik bedoel, we hebben wel wat gekregen van dat boek waar we twee afleveringen terug hebben verslagen. Maar ja. Ik bedoel, we zijn van Treno zijn we naar Alexa, we zijn van Alexandria naar Treno gegaan. Van Treno naar Alexandria. Van Alexandria zijn we weer terug in Limblum. Dus in het moment dat we helemaal geen één shop hadden en zo enorm echt ontzettend veel geld hadden, hebben we nu niks anders eigenlijk gehad als dorpjes en steden waar we de hele tijd back and forth bij gingen. Maar goed, we willen met deze dame hier praten. En dan kunnen we dus vragen naar een potion. En een beautiful potion, ja, die heeft zij. Dus dan wachten we heel eventjes. Want ze weet dat het daar ergens is en daar heeft ze het al gevonden. Nou, je mag het hebben, want het is de auto om te verkopen. Nou, dat is heel erg aardig, dankjewel. Je kunt... Ah, excuses. Je kunt natuurlijk ook nog andere Nee, ik wil niet even... Als je dus zeg maar over andere dingen praat, dan kun je dus zeg maar... Geloof ik... Je kunt geen potions kopen? Flame. Oké, okay, maakt niet uit. Kunnen we nog wel wapens kopen? Jij weet niks over potions. Ja, iedereen kun je dus nou vragen om potions. Maar we willen heel eventjes bij de webshop even kijken. Want we kunnen de coral sword kopen. Dat dus zeg maar een sterke zwaard is voor onze Leroy. Dus die willen we zeker hebben. Deze die hebben we allebei al. Dus die heeft hij al geëquipt. Waarom hebben we daar geen meer van? Ik heb zo'n gevoel dat we daar nog twee van nodig hebben. Healing rod hebben we geëquipt. Die fluit hebben we al. Eindelijk een nieuwe staf voor de Towler. Dat is wel helemaal geweldig. Meteor Fork, Pinwheel, dat is throwing ability. Mantra Band, daar wil ik er twee van hebben. Oh mijn god, we gaan de geld tekort krijgen. Hebben we nog iets waar ik hier moet kopen? Nee, oké, okay, gelukkig. Oh. Oké, okay, we hebben net genoeg geld dus. Dus, nou vraag ik mij af, kan ik even iets equippen? Nog niet. Oeh, shit. Die willen we een paar hebben eigenlijk, die egoïste banden, want dat is later heel erg belangrijk. Oké, okay, we hebben niks even nieuws wat we kunnen equippen, dus. Maar ja, die shadow, die dus zeg maar resistant is naar shadow, die is zeker heel erg handig. Nou, laten we heel even kijken of we ook nieuwe dingen kunnen sinten. Ik geloof het niet. Als ik ergens dubbel nul zie, dan ga ik huilen. Oké, okay, nee, we hebben van alles hebben we op zijn minst iets. Oké, okay, gelukkig. Nee, want echt, we hebben 0,0 monies. En ik wil echt niet meer items gaan verkopen als dat we al gedaan hebben bij Phoenix Finions. Ja, het is eigenlijk weer een beetje tijd voor de Chocobo game. Maar ja, dan moeten we wel de worldmap kunnen. Moeten we wel weer de worldmap in kunnen natuurlijk. Maar goed, er is niet echt veel... Wacht, eventjes. Volgens mij kunnen we eventjes langs die Moogle. Want er zit hier een Moogle in de inn. En volgens mij was dat Moodle. Dat weet ik niet zeker, maar dat kunnen we nog altijd even checken. Dus, Oh, kijk, nou toch eens. Gratis geld. Dankjewel. Oh, nog meer gratis geld? Oh nee, gewoon een bordje. Nee! Ik hou van gratis geld. Oké, okay, nou. Ben jij Moedon? Ja, jij bent Moedon. We hebben een brief voor jou. Ja, het is lang geleden. Oké, okay, wat staat erin? Alexandria is in een vreselijke staat op dit moment. Vraag of Kupo of Mosho in orde zijn. Laten we weten als we meer hebben. Sales Kindy was ook in Alexandria. Ja!
Dat was niet echt een blije brief. Nee. Wat gaat er nu gebeuren? Dat weet ik niet. Wil jij ook nog een brief sturen? Je hebt geen mail. Je hebt net een brief gekregen, sir. Moogle. Beest. Oké, okay, nou. Laten wij maar gewoon verder lopen. Wij moeten nou namelijk naar het theater toe. Voordat ik het vergeet. Dus dan gaan we weer met het blauwe taxi ding. En dan gaan we dus naar het theaterdistrict. Sowieso, Senna die heeft die unusual potion. Maar waar zit dan die strange potion? Daar moeten we nog wel even naar zoeken. Hallo. Ik weet niet, Limblum is zo groot dat je dus zeg maar echt gewoon met een vliegende taxi moet gaan rijden. Maar ja, hoe kunnen die dingen eigenlijk nog steeds vliegen? Wacht even. Ho, eens even. Alles hier is werkende op mist. Hoe kunnen die dingen nog vliegen als er geen mist meer is? Kunnen we dan niet gewoon zo'n ding pakken om rond te vliegen? Ik bedoel, wat maakt het uit? We hoeven niet gelijk een space shuttle te hebben of zo. Ach ja. Hé, hey, is dat niet? Ik denk het. Yo. Hoe gaat die kerel? Hé, hey, jij bent dat stelletje van Bermusia. Ja, zo erg bedankt. Dankjewel voor je hulp. Ah, was niks. Ik ben blij dat jullie samen al... Ja, mijn benen is helemaal beter geworden. Dankjewel. Het was even pijnlijk om er doorheen te gaan. Maar ja, we zijn hier geweest te komen. Sommige van onze vrienden zijn ook in Limblum gekomen. Ze zeiden dat heel veel mensen dood zijn gegaan onderweg. Jeez. Wat nou weer? Waarom die ATE's? Wilmabie! Ik ben zo blij om je te zien! Ik ben er ook heel erg blij om. Blij dat jullie hier zijn kunnen komen. Ja, het was een lange reis. Maar we hebben onze weg gevonden. En ik denk dat Dan en anderen hier ook zijn gekomen. We zijn zoveel mensen en zoveel vrienden kwijtgeraakt. Inderdaad. We kunnen nu niet hier blijven zitten en we moeten doorgaan met ons leven. Ik bedoel, voor hun en voor ons. Dus Wilmabie, wat ga jij nou doen? Ik ga achter kutje aan met Sepi en de rest van de party. Het is een Mario party. Nee, sorry. Maar goed, en jullie? Wij gaan proberen onze groep bij elkaar te krijgen. En Bermusia weer op te bouwen. Veel van onze kameraden zijn nog steeds her en der verspreid over het continent. Dus we hopen dat jij eigenlijk ons zou kunnen joinen. Oh. Nou, dat zal ik zien zodra ik klaar ben met mijn objective. Jullie zorgen voor de rest totdat ik terugkom dan. Ja, dat komt wel goed. Succes. Jullie ook succes. Dankjewel. Ik wou dat Fredley bij ons was. Juist. Maar ja, dus Bermusia die leeft gelukkig nog. Oh, ik wil je iets laten zien. Oh ja, dat is waar. Hé, hey, kom eens. Oké. Okay. Ah. Onze kinderen. Ik bedoel, ik denk niet dat we onze... Ik dacht niet dat we onze belofte konden laten. Wie is dit, papi? Hij is mijn redder. El, wat is een redder? Een redder, dat is een hele belangrijke vriend. Oh, ik wil ook een redder. Hij ziet er cool uit. Die kinderen wel aardig, hoor. Misschien gaan ze ooit een keer terug naar Bermusia als het opgebouwd is. Nu proberen we iedereen bij elkaar te brengen. Ik bedoel, het heeft heel veel tijd en effort gekost om ons huis weer opnieuw te bouwen. Dat gaat heel veel lang. Kunnen we nu gaan spelen? Jawel hoor. Ja, we moeten herbouwen voor de kinderen. Dus zorg ervoor als we klaar zijn dat je ons langskomt, oké? Okay? Ja, want jij bent onze... Ik haal al die stemmen door elkaar heen. Maar goed, we zullen er zeker zijn en blij dat iedereen er dus zeg maar weer helemaal in orde is. Weet jij iets van die potions? Nee, jij weet niks van potions. Jij weet ook niks van potions. Dus... Ah, nee, daar zijn die kinderen. La 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 la! Sorry. Maar goed, als we met deze gast hier willen praten, dan hebben we eerst hier eventjes een lapis lazuli. En als we dus zeg maar met die gast praten, dan kunnen we vragen over potions. En hij zegt hij heeft er nog nooit van gehoord, maar als we iets kunnen vinden, dan mogen we het houden. Nou, als we dus zeg maar hier in de kast kijken... Oh, dat zijn jouw tools. Sorry. Als we dan misschien... Even kijken, wat was het nou? Hier misschien? De Strange Potion! Die ligt hier achter het tafeltje. Oké, we hebben 2 van de 3 potions. Dat gaat alleen maar gunstig. Goed, en dan willen we dus zeg maar eventjes langs Sina gaan lopen. En die gaat natuurlijk lopen te mouwen, omdat we niet helpen met herbouwen van Tantalus en al die zooi. Maar goed. Ik wist wel dat jullie hier allemaal zouden zijn. Zeepie, ben je in orde?
Ik heb gehoord dat jij behoorlijk klappen hebt horen vangen. Ah ja, je kunt lopen, dat is een goed teken. Ja, het ziet er naar uit dat ik het overleef. Maar heb je met Blank gepraat? Oh, ja, ja, ik heb met Blank gepraat, ik zag hem op een kasteel. Dus wat doe je hier? Gewoon even hooi zeggen of iets in die trend? Nou, eigenlijk kwam ik hier ja, om een gunst te vragen. Jij weet toch, jij had toch de Unusual Potion, of niet? Ja. Dat is geweldig. Kan ik die lenen? Ja, natuurlijk. Geef me een momentje. Dus, Zeep. Ga je ooit weer terug bij ons groepje? Ik weet niet. Ik heb nou heel veel andere dingen waar ik nou over aan moet denken, dus... Maar het is zo saai zonder jou. Hier. Dank je. En we hebben alle drie de potions. Mooi. We kunnen naar het kasteel. Waar ga je het voor gebruiken? We gaan Sid terug proberen te krijgen in de mens. Huh? Dus bedankt. Doei. Nou hoop ik dat dit gaat werken. Want anders hebben we dus zeg maar een groot probleem. Oké, okay, dus. Dan willen we weer teruggaan naar het... Ja. Dan willen we weer teruggaan naar... Limblum Castle. Om dus zeg maar richting de Regent te gaan. Omdat we alle drie de potions hebben. Nou hoop ik dat dit gaat werken. Want anders is al deze effort voor niks geweest. En serieus, we moeten weer farmen voor geld en stuff. Ik bedoel, we kunnen nou zoveel weer doen met die Chocobo game. Kwee. Alsof dat we nog niet genoeg kwee hebben gehad. Je bent er kwetter gek van. Goed, nou. Ik had zien, die duurt mij altijd te lang. Ik kan er niks aan doen. Goed. Door het toilet. Hoi, wachter. Je staat er nog steeds niks te doen. Hoi, waarom sta jij daar naar de standbeeld te kijken? Daar sta je ook al weken, maanden, jaren naar te kijken. Ik weet niet hoe lang dat we al zitten ondertussen in de tijdlijn. Ik denk dat er een paar dagen voorbij zijn gegaan of zo. Ik bedoel, hoe lang zal het nou geleden zijn tot wij ja, bij Alexandria zijn geweest om Prinses Garnet te kidnappen? Dat is een ding. Dat is lang geleden eigenlijk, als ik er zo over nadenk. De hel. Ah ja, aan de andere kant, hoe dichterbij dat we bij het einde komen, des te eerder komt Hardcore 2.0 in zicht. Hopelijk dat ik dat allemaal voor elkaar kan krijgen en nog eens een singleplayer serie kan laten lopen met de drukte waar ik nou in zit. Maar ik ga gewoon mijn best doen. Maar goed, ik denk dat ik hier naar boven moet. Oké, okay, hij wacht op ons. Dat is fijn. Hé, hey, ik heb ze. Ik heb de drie potions gemixt in deze fles, zoals je me hebt verteld. Geweldig! Laten we kijken of het werkt. Sire, ben je er klaar voor? Oh, het maakt niks uit. Oh, gaan we weer. Ja, het maakt niks uit. Maar het maakt niet uit. We gaan verder. Oh, ik hoop dat het werkt. Oké, hier gaan we. Wow. Heeft het gewerkt? Er is iets mis, Ron. Ribbit. Het heeft niet gewerkt. Dus onze moeite was voor niks. Oh mijn god! De regent is een kikker geworden. Oh, verdorie. Dan krijgen we nooit een nieuw luchtschip. Ik ben er klaar mee. Geen potions meer, geen medicijnen meer, Red. We gaan gewoon helder vinden. En iedereen in de conference room in de vergaderzaal nu meteen. Ah, oh, dit zuigt. Dankjewel iedereen voor het komen. De regent heeft een belangrijke... Een hele belangrijke mededeling. Nou is hij weer een kikker! Ik wil dat mijn mens weer worden, maar dit is alles wat ik heb. De keuze die heeft de key aan ons lot, de sleutel. En die moeten we vinden, hoe dan ook. Maar we hebben geen luchtschip. We kunnen het schip dat we hebben gestolen in Alexandria. Athenia, order geeft de Zeebolt even de opdracht om dat schip even te bewerken. Jawel, jawel, Sieren. Dus waar gaan we eigenlijk naartoe? Ja, ben ik nog slechts mijn best. Je zei eerder dat Kuja was met Black Mages.
Dus als we naar Toweltown kunnen gaan, misschien kunnen we dan iets leren. Ik kan nog steeds niet geloven. Waarom? Waren ze op kut als schip? Waarom? Nou, ik denk... Ja, Towner heeft gelijk. Ik denk dat we naar Toweltown moeten gaan. Ja, dat is een briljant idee, Meester Towner. Slijmbal. Prinses, ga je met ons ook mee? Natuurlijk wil ze mee! Ik weet niet of dat een goed idee is. Maak je geen zorgen, ik zorg wel voor haar. Oké dan, laten we naar Toweltown gaan, Red. We zullen allemaal gaan op de hardborn basis level. And now for something completely different. ATE's! Geen gratis lunch. Laat maar raden, het gaat over Abby hier. Jawel, Wiggles. Ik ben ondertussen... Wat is dit voor gebouw? Lekker! Heb jij lekker voedsel? Ja, delicious! Ja, dat is wel lekker! Ja, deze augurken die zijn heerlijk! Wat? Dat is voedsel. Heb je nog nooit een augurk eerder gezien? Nope, eerste keer. Ik moet heel veel verschillend voedsel leren en heel veel leren. Mijn meester heeft me dat verteld. Nou, dan mag je er een proberen. Oké, ik eet. Zo! Wauw! Nou, bedankt voor die zinloze ATE... Echt, wat is het met die zinloze ATE's? Als ze die eruit zouden gooien, dan zou ik al zeker 2 uur minder gameplay hebben. Ik bedoel, ik snap wel dat ze een beetje meer bij de storyline willen geven. Maar echt meer storyline hebben we niet nodig als je het mij vraagt. Hebben we trouwens nou Towler in onze party? Want dan kunnen we die nieuwe wand... Nee, we hebben nog niemand in onze party. Oké, maar goed, we moeten naar de haven. Dus laten we dan maar naar de haven gaan. Maar met al die ATE's, eventjes om er eventjes over door te ranten. Waarom? Ik bedoel, ik snap dat ze er een beetje karakter aan personen willen geven en al die shit. Maar, ik bedoel... Het is niet nodig. We zitten er niet op te wachten. Het spel heeft al genoeg storyline. Oké, nou. Oeh, shiny. Mooi schip. Vind jij geen mooi schip? Ik vind een mooi schip. Hé, gast. Regent die wacht op ons. Oké, nou dan gaan we het schip op. De blauwe narcis. Oftewel de blue narcis. Narcissus. Iets met narcissen. Oh man, ik hoop dat het ding ons daar kan brengen. Finally, wie zegt dat? Wie zegt dat? Wie is dat? Oh, Evier. Ik heb je eindelijk gevonden. Evier, wat doe jij hier? Waar ben jij naartoe gegaan, Zeep? Ik reis overal. Ik was op zoek naar jou. Wie is dit? Je nieuwe vriendin? Blank. Het is een hij. Ik ben moe. Van Madame Sari heb ik bergen beklommen. Ik heb oceanen overstoken. Monsters bevecht. Zo, je hebt een behoorlijke trip gehad. Dus Blank, ga je ook mee? Yep. Ze hadden me gevraagd. Bij wie? De baas natuurlijk, maar het was niet zijn idee. Dat was mijn idee, Rick. We hebben op zijn minst 1 persoon nodig om achter het schip als we er zouden zijn waar we willen zijn. Plus, Frog. Kikker. Plus, ik sta jullie in het krijt, dus ik heb mij aangeboden. Nou, je staat ons helemaal niet in het krijt, joh. Het praat. Oké, nou, dan gaan we maar eens beginnen. Hé, hey, Abby hier, die houdt nog op een vriend van kikkers, dus kijk uit, oké? Okay? Misschien kan ik het eten. Ik maak me geen zorgen, ik heb weer een mis gehad als een oklop, Rabbit. Oh, trouwens, als je ooit met mij wil praten om je partymembers te veranderen, praat met mij. Oké, waar gaan we naartoe? We gaan naar de Toweltown, op de andere oude continent. Press select, oké, nou, dan kunnen we dus zeg maar... We kunnen nou onze partymembers gaan selecteren, dit is het moment dat de hele party bij elkaar is. Dit is een moeilijke keuze en een lastige keuze, want zoals je dus ziet, de Towler is op level 30 en is altijd erg handig om bij je te hebben. Zelda is op dit moment juist niet handig om bij je te hebben. Op het moment dat Zelda haar stem... Op het moment dat Zelda haar stem is kwijtgeraakt, kan ze dus moeilijk aanvallen en kan ze zich niet concentreren, waardoor dat je dus heel vaak aanvallen mist.
Leroy G is pas op level 22. Wilma B is level 20. Destiny is 28. Shawnee is al 26. En Evie die zit ook op 21. Dus de logische keuze zou eigenlijk dus zijn om de drie die de meest onderleveld zijn, om die dus mee te nemen. Maar dat wil je niet. Geloof me, je komt heel veel sterke vijanden tegen. Dat willen we dus op dit moment niet doen. Dus wat ik wil gaan doen is, ik wil sowieso de touwlig wil ik altijd eigenlijk bij me hebben. Omdat magische spreuken, altijd handig, super fijn om te hebben. Leroy G en Erwier hebben allebei, of Leroy G, Erwier en Wilma B hebben eigenlijk weinig screentijd gehad. En Destiny die zit pas in het team, maar die is al behoorlijk sterk van zichzelf. Ik denk dat ik voor Leroy G ga voor extra aanval. En dat we Shawnee dan nemen als White Mage. Want Shawnee die heeft ook nog wat screentijd nodig. We kunnen altijd nog swappen. Vergeet niet, we hebben 8 karakters. En het is lastig om zeg maar iedereen goed te trainen. Normaal gesproken pak ik altijd mijn favoriete party members. Dat zijn in dit geval Destiny, de Towler, Zelda en Zeepie. Maar op dit moment kan dat gewoon niet. Maar goed, nou hebben we dus zeg maar een blauwe Narcisse. En kunnen we dus zeg maar naar Toweltown gaan, Black Mage Village. Maar dat willen we niet doen. Wij kunnen eindelijk vrijuit exploren over de hele wereld. Dit betekent dat wij dus de Chocobo Quest verder kunnen gaan doen. Maar de Chocobo Quest, die bewaar ik denk ik tot de volgende keer. Dus ja, ik kan wel heel eventjes laten zien wat we eigenlijk precies kunnen doen. De Chocobo Quest die zit namelijk, want we hebben nou een nieuwe locatie voor de Chocobo Quest. Als we hier deze eilandjes hier aan deze kant volgen. Tenminste als ik me niet vergis jongens. Ja, dan hebben wij hier zeg maar een inham zitten. Deze inham is de inham die we moeten hebben voor onze Chocobo game. Het nadeel is alleen, een Chocobo kan alleen nog maar via het blauwe water binnenkomen. En daarom moeten we dus zeg maar een footprint zien te vinden waar dat we een Chocobo kunnen oproepen. En als ik me niet vergis, was dat ook op dit eiland? Nee? Dat was ergens. Want ja, ik moet het spel sowieso opslaan. Dus ja, ik ben op het punt om de aflevering te eindigen. Maar eerst moet ik het spel zien op te slaan. Dus even kijken, dat zijn de volle eilanden. Waar zit die nou? Ik ben even aan het zoeken, jongens. Mijn geheugen is ook niet meer wat het geweest is. Want ik weet namelijk dat je dus vanuit een heel punt helemaal daar naartoe moet lopen als de blauwe Chocobo. Hier hebben we trouwens ook weer een march zitten voor kikkertjes te vangen. Die moet ik heel veel offscreen gaan doen. Want ja, we hebben heel lang eigenlijk niet echt veel meer gezien. Volgens mij was dat hier met de Chocobo footprints. Dat weet ik niet zeker. Was dat hier? Ik zie daar wel wat. Ah, oh, echt zoekgedrag jongens. Mijn excuses. Ik kan er niks aan doen, maar ik moet nu even goed zoeken. Hier hebben we de Chocobo Footprints. Dus als je hier dus zeg maar met de Chocobo Footprints gaat komen. Ik hoop nou niet dat we een encounter tegenkomen. Ik weet niet of ze sterk zijn. Weet je wat, ik save wel even. Ja, nee, ik save niet. We pakken gewoon. Don't call me if you don't need me. Nou, journey zo, man. We gaan gewoon een geyser seed pakken en we gaan dus zeg maar proberen bij die oase te komen. Of bij die Chocobo plek. Wat je dan wil doen is, je wil dus zeg maar gewoon over het lichtblauwe water heen lopen zoals dat we al gewend zijn. En hier is dat behoorlijk uitgerekt. Hier kunnen we ontiegelijk ver lopen met de Chocobo. Dus nou hoop ik dat wij hier, want hier zie ik donker water. Oké, nee, hier moeten we niet naartoe. Het is eventjes zoeken namelijk. Ik weet het, zoeken is nooit leuk. Zoeken kan nogal heel erg vervelend zijn. Dan moeten we dus aan de andere kant van de eiland waarschijnlijk zijn. Want er is dus zeg maar, je kunt daar terechtkomen. Ja, volgens mij moeten we dan bij de andere beach zijn of zo. Even kijken. Volgens mij sta ik op een verkeerd eiland. Jongens, ik ben zo bij jullie terug. Oké, ik heb het kleine eilandje gevonden waar we echt zouden moeten staan. Mijn excuses, jullie kunnen even op de kaart kijken precies waar dat is. Daar heb je dat eiland waar we eigenlijk naartoe zouden moeten. Maar het is helaas niet zo makkelijk voor ons. Op het moment dat wij onze Chocobo oproepen. Pixel perfect bullshit. Op het moment dat wij onze Chocobo oproepen.
kunnen wij dus zeg maar over het water heen lopen. Nou, je ziet dus zeg maar tot we al naar dat eiland toe kunnen lopen. Er is alleen echter één probleem. We moeten aan de andere kant van het eiland zijn en dit laat het helaas niet toe. Waardoor dat we dus zeg maar een beetje een shallow puzzel moeten oplossen. Vervelend! Maar goed, deze puzzel is niet zo moeilijk gelukkig. Ze hebben hem best makkelijk gemaakt. Op het moment dat je hier zeg maar het water ingaat, wil je om dit eiland heen lopen. Dan loop je over dit eiland, of ja, om dit eiland heen hè. Ja, het is redelijk ingewikkeld, laat ik het daarop houden. En als ik me niet vergis, zit hier ook nog eens in een keertje de kwe die we dus zeg maar hebben van onze foto hier op dit moment. Tenminste, het lijkt hier wel op. Ik bedoel, ik weet niet precies de goede angle, dus daarom doe ik heel eventjes kwe, hè. Hier dan? Want je wil om dit eiland sowieso heen lopen en volgens mij zit hier ook een treasure, maar dat weet ik niet zeker. Nee? Niks? Meh. Geen kwe, maar een meh. Even kijken, moeten we dan... Hoe moet ik lopen dan? Ik snap er helemaal niks meer van. Ik ben verdwaald. Ik denk zo. Zo niet leuk. Zo not fair. Ik heb echt geen flauw idee waar ik heen ga, jongens. Moet ik dan... Nou, hier? Nee? Oh, wacht. Ik weet het al. Ik weet het al. We moeten hierheen. Dan zien we dat we daar doorheen kunnen lopen. En als we hier doorheen lopen, komen we bij dit eilandje. Hè? En zo komen wij uit bij de lagoon. En bij het eiland dat we hier kunnen zeven. Dus, beste kijkers, volgende aflevering beloof ik jullie. Ik ga verder met de Chocobo Game. Ik dank jullie voor het kijken. Heb je nog vragen? Leuk zo'n momentje van deze aflevering? Laat het natuurlijk weten in de reacties als je daar de tijd voor hebt. Laat een like achter als je daar de tijd voor hebt. En ik hoop jullie allemaal te zien bij de volgende aflevering. Ik weet niet of er morgen een aflevering gaat komen. Moet ik wel eventjes kijken hoe dat ik in de planning zit. Maar zo niet, dan zou ik daar een update laten op Facebook. Dus ik dank jullie voor het kijken. En ja, ik hoop jullie bij de volgende aflevering te zien. Tot dan. Doei!